Hallo iedereen en welkom. Ik ben Superkip en dit filmpje is het laatste deel van mijn 3 marker challenge. In dit filmpje begin ik dan eindelijk aan de daadwerkelijke challenge. De schets en het lijnwerk kan je in de vorige filmpjes terugvinden. En ik heb de line art van tevoren gemaakt, zodat de kleurselectie de tekening niet zou beïnvloeden. Ik heb gekozen de filmpjes op te splitsen, zodat ik ze minder hoef te versnellen en je beter kan zien wat ik aan het doen ben. In het filmpje begin ik al meteen met het testen van de kleuren. Ik kan hier helaas niet laten zien hoe ik de markers gekozen heb. Ik heb het wel opgenomen, maar omdat de hoek nogal awkward was en ik met mijn ogen dicht niet kon zien wat ik aan het doen was, was dat deel van het filmpje niet zo geslaagd. Maar ik heb ze echt willekeurig gekozen. Ik had al mijn markers in mijn toilettas gedaan en daar blind uitgetrokken. Mijn excuus is dat ik het niet kan laten zien. Ik had de volgende kleuren getrokken. I06 Yellow en IR16 Apricot. Beide een Copic sketchmarkers en de laatste is B67 Pastel Blue, een Touch Twin marker. Ik zweer dat ik deze kleuren blind getrokken heb, maar ik vind het echt een heel fijn kleurenschema en was ook erg blij met deze kleuren. Het enige nadeel is dat de kleuren erg fel zijn, vooral de geel, die is namelijk nogal fluoriserend, ook al pakt de camera dat niet op. Omdat de kleuren willekeurig waren geselecteerd, had ik geen plan. Ik ging niet echt voor een realistisch kleurenschema, dus ik kon de geel en oranje goed gebruiken voor de huid. Maar ik wist niet zo goed wat ik met de blauwe wilde doen. Ik wist dat ik de aardbei veel contrast wilde geven, dus die werd sowieso blauw, maar voor de rest heb ik veel zitten twijfelen. Nu ik er zo naar terugkijk, had ik de blauwe meer kunnen verwerken in deze tekening. Op een gegeven moment zie je dat ik met geel over de lippen en ogen ga en die groen maak. Die had ik beter blauw kunnen laten. Dan had ik het haar, dat ik nu een bruine kleur gegeven heb door oranje en blauw te mixen, groen gemaakt. Ik heb uiteindelijk het blauw wel verwerkt in de achtergrond, maar ik had meer kunnen doen. Ik zal voor nu mijn mond houden, maar ik kom zo terug om af te sluiten. Thank you.
Ik hoop dat je wat mee hebt kunnen nemen van mijn 3 marker challenge. Als je meer van dit soort filmpjes wilt of ideeën hebt voor komende filmpjes, laat het me dan even weten. En als je meer van mijn werk wilt zien, zoek me dan op via Instagram, Facebook, Tumblr of DeviantArt. Alvast bedankt. Tschüss!